dat dat niet mocht, zeg. Die was die Ariep wel erg streng. Ja, waar is uw jasje, vroeg Ariep. Ja, alles waar is uw jasje? Dat vraag ik me al jaren af, antwoordde Quint, tot hilariteit van de andere Kamerleden. Het verlossen, kunt u mij horen? Hoe is het met die partij precies geregeld? Want het is toch een soort van gesloten geheel. En ze moeten volgens mij ook een deel van hun kamersalaris moeten ze in de partijpot stoppen. Zeker, ja. Hoe gaat dat nou? Is het ook speciaal dan als ze een opvolger kiezen? Moet dat dan... Dat neem ik aan dat hij akkoord moet gaan met de bestaande regelgeving. Maar moet hij weer uit Os komen of moet hij gelieerd zijn aan Marijnissen? Nee, dat hoeft niet, ik zou zeggen. Okay. Misschien Rukvis, misschien... Nou ja, of die man die zonder jasje toen een keer in de Tweede Kamer... Ik weet niet of die nu net eruit is weer. Dus dat was echt zo'n SP-man. Die stond daar met tatoeages. Met zijn naam met tatoeages, oké. Zonder jasje. En die... Tegenwoordig is iedereen getatoeëerd. Wij vragen het altijd bij de slimste mensen. Nou, ik denk dat het al langzamerhand 50-50 is. Ja. Ik zag dat de oud-baas van Talpa, dat die ook... deelnemer is bij het slimste. Want ze hebben nu de lijsten bekendgemaakt. Marco Laurens. Jazeker. Marco Laurens. Zenderbaas en Sinterklaas, de VI-mannen, gaan hem missen. Het directeurtje stort zich nu op de betere kennisquizzen. Welkom bij de slimste mens. Je mag natuurlijk niet vertellen hoe die het doet, maar ze hebben... Nee, daar kan ik je allemaal nog helemaal niets over zeggen. Ja. Maar wel leuk dat hij daaraan meedoet, want hij is nu even werkloos. Hè? Of althans, hij gaat allemaal creatieve dingetjes doen, maar die heeft natuurlijk die VI. Ja, nou ja, wat, als je tijdelijk werkloos bent, wat kun je beter doen dan aan de slimste mens deelnemen? Ja, ik heb hem hier, dat Kamerlid Quint, SP-Kamerlid Quint. Die werd ook nog een keer aangesproken op zijn kleding door Kamervoorzitter Ariep. Hij stond in een t-shirt aan bij de interruptiemicrofoon met tatoeages op zijn linkerarm duidelijk zichtbaar. Dat dat niet mocht, zeg. Die was die Ariep al erg streng. Ja, waar is uw jasje, vroeg Ariep. En dat vraag ik me al jaren af, antwoordde Quint, tot hilariteit van de andere Kamerleden. Ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij, vertelde hij toen. De heer Quint. Ja, alles waar is uw jasje? Dat vraag ik mij al jaren af, voorzitter. Ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij. Maar een stropdas zou toch kunnen? Quint, fan van hardcore muziek, punkmuziek en vechtsporter in zijn vrije tijd, gaat standaard informeel gekleed. Maar Ariep zag dat liever anders. Oh. Ja. Viel me over... Ik weet niet, zouden er officiële kledingvoorschriften voor Kamerleden zijn? Ik denk het niet. Dat moeten ongeschreven regels zijn. Ja, maar dit lijkt me wel een goede opvolger. Want die komt volgens mij ook Peter Quint, heet hij. Ik weet nou niet of die nou nog in de Kamer zit. Of dat die nou net met de wisseling... Ja, je had die hele ideologische strijd toch in de SP... Het is tussen die nieuwe marxisten, om het maar even zo te zeggen, en het partijestablishment. Ja, ja. Ik weet niet hoe dat afgelopen is, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hij heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld, zie ik hier. Hij was woordvoerder onderwijs, jeugdzorg en cultuur en media bij de SP. Hij zegt, er is geen ruzie of een ander drama, maar ik heb het gevoel dat anderen de volgende periode hier beter kunnen zitten, zegt hij. Daar had het wel gezien, kennelijk. Ja.